We hebben vandaag drie fantastische gasten, zoals altijd. Luc van Tillo, Herwig van Lommel en niemand minder dan iconische rode duivel Jan Keulemans. Ik moet eerst ook proficiat wensen. Gisteren de gouden schoen. Staat ook in de, door de kijkers verkozen in de aanvalslinie samen met Eden Hazard en Romelu Lukaku. Toch namen die serieus kunnen tellen. Twee van de drie spitsen van Lierse. In het meest iconische ploeg. Dat is serieus wat talent in Lier en in de Kempen. Ja, dat is inderdaad zo. Uiteraard is het altijd een eer dat je dat wordt opgenomen. Ook het feit dat in mijn geval al 30 jaar geleden is dat ik gestopt ben met voetballen. En dat er nog redelijk veel mensen dat toch aan mij hebben gedacht. Dus dat is altijd plezierig. Langs de andere kant ben ik wel nuchter genoeg voor te weten dat maar iets dat weer wordt uitgevonden, zoals assisten en noem alles maar op, dat hoort nu bij het hedendaags voetbal. Wordt dus altijd leuk en dat er dan twee jongens zijn die ik bijzonder dan als echte lerenaar gestart ben bij Lierse. Lukaku heeft er dan ook gespeeld. Ik heb natuurlijk, het Lukaku, maar hier heeft nog een hele grote gespeeld bij Lierse, Erwin van den Berg. Dat was ook zo'n machine die ongelooflijk veel doelpunten kon maken. Dus op dat gebied denk ik dat eerst een wel fier mag zijn op de jongens die daar gespeeld hebben. Ja, 40 jaar geleden kreeg je de gouden schoen te horen via telefoon. Was de eerste coronaproof uitzending af alle letteren. Ja, ik heb het gisteren al heel veel berichtjes gekregen. Ik zeg al, wat gebeurt hier nu allemaal? En inderdaad, het zal de een of de ander dat gevonden hebben. Toen was dat, moesten we thuis wachten op het telefoontje dat kwam. En er waren twee, drie kandidaten. Dus dat er nu twee, drie kandidaten zijn. En dan krijgt er dus ene dat telefoontje dat hij de gouden schoen wint. En dan moet u een auto instappen. En dan moet u richting Brussel. Want dat was toen in Brussel nog in een restaurant. En dan zaten er met een man of 20 wat journalisten. Een aantal lezers die werden uitgenodigd. En zo was de gouden schoen vroeger. Dus als je dat nu bekijkt, Constant TV. Dit jaar uiteraard niet, maar al. Nu is het, dus het is al nogmaals een teken dat dus ongelooflijk veranderd is. Om misschien het hoofdstuk gouden schoen af te sluiten. Rafailov, verdiende winnaar. Uiteraard. Kan wel iets anders zeggen, zeker. Uiteraard is dat verdiende gouden schoen. Om er meer op te zeggen, ik denk dat een speler die speelt bij Antwerpen, toch een ploeg waar ik heel veel heb meegemaakt en heel lang gevolgd heb en nog altijd aan het volgen ben. Voor een van de Beerschot eindigt, dat is fantastisch. Dat tweede doet misschien nog veel meer plezier. Ik denk dat jullie nu een tweetal weken open zijn hier in Robotland. Wat is zo de eerste reactie van de mensen die het park komen bezoeken? Hoe is de start eigenlijk verlopen van dit prachtige park? We zitten nog altijd in coronatijden, dus een beetje moeilijk. We mogen de scholen nog altijd niet ontvangen. Dat gaat nog eventjes duren, denk ik, wanneer de scholen mogen terugkomen. En daar is toch een stuk op gebaseerd. Langs de andere kant hebben we van begin af gezegd van het moet ook in het weekend open voor gezinnen. Voor gezinnen die graag naar hier komen voor een dagetje techniek. En we moeten vaststellen dat dat het heel weekend altijd vol heeft gezeten. We werken in twee slots, in de voormiddag en eentje in de namiddag. Het is vooraf reserveren en uw naam meegeven voor helemaal coronaproof te zijn. Er staat hier ook overal de nodige handschelletjes en het is ook verplicht voor een mondmasker te dragen als je hier bent. En de reactie als de mensen buiten gaan is gewoon fantastisch. Ik denk dat er heel veel zijn. Er zijn er heel veel. Ik denk dat niet. Ik zie dat. Er zijn er heel veel die zelfs gelijk een abonnement kopen en die hier al verschillende keren teruggekomen zijn. En iedereen die hier is geweest, die heeft een fantastische ervaring, denk ik. En ontdekt iets wat hij waarschijnlijk, voordat hij naar hier heeft gereden, nog niet bij nagedacht heeft dat hij dat zou kunnen doen of ging doen. En die gaan naar huis met een zeer plezierige ervaring. Als ik zie in onze rustige campen wat dat hier uit de grond gestampt wordt, dat is toch wel, dat is een enorme mooie techniek. Dat is de toekomst. Ja, à la carte. Well, we zitten hier aan het station van Essen. Aan de overkant is het hier al lang stil. Ik denk van, pak die eraf. Nee, dat is niet waar. We hebben die gekocht van een NMBS. Dat is een trein die stil stond. Die niet meer gebruikt werd. En hebben die kunnen kopen van een NMBS. En dan is het idee gekomen, omdat veel treinen, spijtig genoeg,
Helemaal vol hangen met graffiti. Dat is niet altijd heel mooi. Maar we dachten toch van, goh, we gaan dat zelf te doen. We hebben een kunstenaar erop gezet die deze tuin met graffiti bespoten heeft. Maar dat wel heel mooi, vind ik. Dat is fantastisch gedaan. En het is de bedoeling hier in deze trein, ene keer dat je hier binnen bent, kun je de treinsimulator, kun je leren rijden met een trein. Aan de andere kant kun je leren hoe de verkeerslichten werken van een trein. En hierachter is het later een stukje horeca. Ja, Herwig, even over uw verhaal. Jarenlang voorzitter geweest van Oosterzone, een kleine sympathieke club. Hoe is die stap nu naar Lierse de laatste 3 jaar verlopen? Over 14 jaar zo ben ik ermee begonnen als een hobby in Vierde Provinciale. En op een 14-tal jaar, 12 jaar, zijn we tot derde klassen uitgegroeid. En dan was het voor het kleine Oosterzone was dat een beetje te hoog gegrepen voor dat dorpje. En dan dus waren we ergens wel op zoek naar een overnemer. En ja, te godzijdank kwam Luc van Tillo op een bepaald moment bij ons aan. Roel Rijmen had me gecontacteerd en Roel belde Luc en Roel bracht ons samen. En ja, dat was, en daar is dat geweldig verhaal uit gekomen. En op een gegeven moment heb ik contact met Roel. En hoorde ik zeggen dat het stadion ook mogelijk te koop was. Dat was iets, als ondernemer, dan wil je wel eens kijken of dat kan of niet kan, of de mogelijkheden daarvoor zien. En toen is Roel tot in Essen gekomen, hebben we een gesprek gehad. En hij zegt van, jij moet Herwig van Lommel leren kennen. Dat was op een zondagmiddag. Maandagmiddag ben ik dan naar Herwig gereden. En ik had tijdens die verre rit, want de Kempen is echt wel groot. een uur rijden had ik... Stad op Oostad van de Kempen rijden, Westerlo. Is dat de hoofdstad? Ja. Ja. Oké, ik dacht dat Essen was, maar ja, goed. had ik 3 vragen in mijn kop gestoken van, als die hier, want je krijgt toch een beetje schrik dan, hè, als je dan een groot avontuur begint. Ik zeg dat hier 1 van de 3 nee op zegt, dan zal ik die koffie, die ik waarschijnlijk wel krijg, leeg drinken en dan rijd ik terug naar huis en dan is het verhaal over. En tot mijn verbazing zeg je op alle 3 de vragen, antwoorden die ja. En vandaar, dan moeten we wel verder doen. En dan zijn we eraan beginnen werken. En mijn 3 vragen waren eigenlijk van, wilt je echt wel verder gaan als Lierse? Kunt je Oosterzone helemaal opgeven? Want ik geloof niet zozeer, ik geloof in traditieclubs en de waarde van traditieclubs, maar ik geloof niet zozeer in dat er toch nog een rood stripje in de trui moet zitten of een stuk van dat moet terugkomen. En Herwig zei nee, ik ben er helemaal mee akkoord, dat kan. En mijn 2e vraag, was hij dan bereid om met je club te verhuizen naar Lier, want dan moeten we wel op Leespen gaan spelen. En ook dat zei hem ja, dat gaan we doen. En mijn 3e vraag was van, ik vind dat we het stadion moeten kopen. En toen zei Herwig ook, ja, vind ik ook, dat moet ik ook doen. Alleen ik kon niet meedoen, zei hem. En dus ja, dan hebben we dat verder gedaan. En dan ben ik begonnen onderhandelen met Maggit. Met heel fijne verhalen, om achteraf nog te vertellen, denk ik. En het een en ander mee meegemaakt. Zoals, aflevering 5. Ja, denk een 8 en 9, denk ik ook nog. Dat is een leuk traject, maar is op... zeer kort allemaal, hè, want ik spreek hier over enkele dagen of weken. En dat was, met Maggit was het zo dat het stadion hij wou verkopen, maar hij was wat ontreuzelen. En er is zo'n datum bij de Belgische Voetbalbond dat zegt van, voor die een datum moeten laten weten waar je gaat spelen, onder welke vorm, welk stamnummer, welk stadion en dergelijke. En ik denk dat dat 30 juni was. En we zijn de onderhandelingen bezig, 30 juni. En Maggit was in 1 keer vertrokken en zat terug in Egypte. Ik zei, oei, ja, een probleem. En gelukkig hebben we dat kunnen doorduwen, maar spijtig genoeg was dat niet 11:55, maar is dat pas in de nacht tot een compromis gekomen. Maar goed, ja, zondags was Lierse Kempenzone geboren. Lierse, dat is Lips. Hè? In Lier nog een andere ploeg, Lierse Lira. Waar ik ook heel veel mensen ken en vrij goed mee overeenkom, maar voor mij blijft dat nog altijd Lierse. Dat is de ploeg die speelt waar ze vroeger hebben gespeeld, waar de grote successen zijn geweest. En dan voel je dat ook aan de mensen daar, van oké, onze ploeg, onze club is terug.
Hè, want ze was op een gegeven moment bestond ze niet meer. En dan ja, de mensen zijn ermee tevreden dat ze terug naar het Lips kunnen komen. Ja, als Lierenaar en de jeugd daar lopen en eigenlijk mijn carrière daar gestart, is dat zoals iedere Lierenaar, Liersupporter, moet oppassen wat ik zeg, ja, dat wil die eerste klas. Hè. Ik denk dat dat nog altijd een traditieclub is die eerste klas waardig kan zijn. Uiteraard weten we dat dat niet voor morgen gaat zijn, dat daar dus... En dat weten die mannen veel beter dan ik, dat ze een tijd nodig heeft, dat je daar rustig in moet blijven. Ik heb tenslotte nog een verhaal gehoord van een of andere machine, dat je daarmee werkt en je bent er ongelooflijk snel mee bezig. Mislukt dat, tegen dat je er rustig aan werkt, heb je veel kans dat dat iets gemakkelijker gaat helpen. En ik denk dat dat de weg is waar ze moeten naartoe gaan, rustig blijven, verstandig zijn en hopelijk dan toch die stap kunnen zetten. Naar wat iedere leraar wil, de eerste klas. Ik had een speciale verzoekvraag van de mensen hier van Robotland. Waarom is die transfer naar Milan toen in de tijd afgeketst? Ja, dat is heel simpel. Dus ik voelde me toen nog niet zeker. Ik ben altijd de ene geweest die een... hoe moet ik het zeggen? Ja, wat vertrouwen nodig heeft, bevestiging. En ik had dat jaar eigenlijk met een doorbraak met Club Brugge... Waar we kampioen speelden in 80, 29 doelpunten. Europees kampioenschap dat er dan bovenop komt. En dan komt zo'n aanbieding die op dat moment heel goed was. Maar ik had zoiets van, ik wil eerst nog een bevestiging. Ik ben wel naar Ginder geweest, ik heb daar gaan onderhandelen. Ik kreeg nog meer. En ik had zoiets van, ik moet eerst nog bevestigen. Ik ben 23 jaar. Nu is dat dus tussen aanhalingstekens al een oudere leeftijd. Ik kan hier nog een jaar of twee proberen dat niveau te halen. En dan ben ik er negen meteen 100% voor klaar voor. Ik heb nog kansen genoeg gehad daarna, maar ik zat toen al in Brugge en ik voelde me daar goed. En ik was er tussen aanhalingstekens mijn eigen wat baas. En ja, daar is er eigenlijk niet meer van gekomen. Ik heb altijd gezegd dat ik daar in zekere zin spijt van heb gehad, door het feit dat ik niet weet dat ik het daar had kunnen waarmaken. Dus dat is de enige vraag die nog altijd open blijft, van had ik het kunnen waarmaken... Maar ik heb de kans gekregen, ik heb ze toen niet gegrepen. Dus daarna wil ik dan niet afkomen, godverdoren, dit of dat. En stel, we mogen nu, je hebt één droom, één weg, dat deze trein mag naartoe gaan. In 2021, naar waar mag die sporen? Ik hoop één dat deze trein hier blijft staan. Dat die niet weg gaat rijden. Dat is één. Wat ik hoop met een trein van Lierse, een trein die we laten vertrekken hebben, die moet groter worden. En ik hoop dat er meer mensen een wagonnetje bij aanpikken aan die trein. En dat kan op allerlei vlakken. Ik krijg heel veel, ik heb daarnet ook nog gezegd, heel veel positieve reacties van sponsors en de mensen met bedrijven en zo, die ons op de voet volgen. Wel, als die mensen ook nog eens... in het kort bij aansluiten en ons wat groter en sterker maken, dan kunnen wij hier in de Kempen, denk ik, zeker iets neer gaan zetten. Dat is dan mijn Lierse als de voetbal, maar ook met Robotland, dus als technologiepark hier. We hebben het al een paar keer gezegd, de Kempen is heel groot, we mogen er trots op zijn om hier in de Kempen te leven en te wonen en te zijn en te ondernemen en te voetballen en sport te doen en noem maar op. Daar mogen we best trots op zijn dat je ziet welke grote mensen en grote voetballers en grote ondernemers dat de Kempen heeft voorgebracht. En daar mogen we, dat zou wel leuk zijn dat we daar eens durven vooruitkomen, dat wij het echt ook wel kunnen en dat we niet elke keer op moeten kijken naar de grote steden, maar hier in de Kempen zit... fantastische mensen, fantastische voetballers, fantastische bedrijven. Laten we samen ze spannen en samen ervoor gaan en die club terug op termijn rustig aan bouwen. En dan zal die ooit wel terug in eerste klasse komen. Daar ben ik ook wel van overtuigd. Ja, mensen kennen u ook van keukens van Lommel. Ja, hoe is dat uit de grond gestampt om een keukenbedrijf? Hoe ontstaat zo'n idee of waarin maken jullie het verschil? Eigenlijk is dat gebaseerd op kwaliteit en eerlijkheid. Als je zorgt dat je keuken plaatst bij een klant en de klant zou moeten zeggen tegen zijn vriend of mensen die nog een keuken nodig hebben, bij Van Lommel, daar moet je geweest zijn. Niet dat je gaat daar ook eens naartoe. Nee, je moet daar geweest zijn voor een offerte. Want dat is gewoon fantastisch is en daarvan komt dat succes.
Misschien Jan nog een allerlaatste vraag. Misschien het sportnieuws van vorig jaar, de dood van Maradona. Hoe heb je daarop teruggekeken? Dat was een heel spijtige zaak. Langs de andere kant was dat ook geen echte grote verrassing. Men heeft er genoeg beelden van gezien. En we dachten van ja, zo kan dat toch niet verder. En dat zal wel op een of andere manier, spijtig genoeg, is verkeerd aflopen. Dat dan op die manier doe op 60-jarige leeftijd is natuurlijk veel te vroeg. Als voetballer in zijn periode, want ik heb het al dikwijls gezegd, generaties kun je dus niet met elkaar vergelijken, was dat veruit de beste. Bijzonder dan 86 was een boerenjaar voor hem, waar alles lukte. Waar hij, en dan kun je niet dikwijls zeggen dat bijna ene speler een land wereldkampioen maakt. En hij zat er toch voor, bij wijze van spreken, 80% tussen dat Argentinië wereldkampioen is geworden. Dus is ook de grootste speler in Argentinië. Hè. Messi, je hebt Messi. Maar als je ziet wat er allemaal nu is gebeurd, dan voor de Argentijn denk ik dat nog altijd Maradona veel groter is dan Messi. En dat wilde op zijn eigen al iets zeggen. Alleen de andere kant van de keerzijde was natuurlijk niet zo positief. Maar dan een ongelooflijke grote voetballer. Goed, voilà, dan sporen wij verder met deze fantastische trein. En ik zou zeggen, kijk gerust nog naar het vervolg van de Robotland Cup. Tot volgende week. Aflevering 3 ondertussen in de Robotland Cup. En Simon Vermeijden bij de spits af in deze aflevering. Hannes Molders nog altijd aan de leiding. En dit gaat vlot, Simon. Knappe tijd dat hij gaat neerzetten op de Segway-proef. En lijkt zich nu zorgen te maken hoe hij er veilig kan afgeraken. En Luc van Tillo, de voorzitter. Hij is eigenaar van het park, dus zal vaak geoefend hebben. Zie je ook, gezwind tussen de kegels. En ook een knappe tijd voor de voorzitter. En dan is het de Togolese spits Vesuplaka. Zijn collega aanvaller Sava Petrov deed het in de vorige aflevering iets minder. Nou, dit gaat ook vlot. Sterke kandidaat in deze aflevering. Ook Plakka zet een toptijd neer. En met de eentjes vissen. Met Simon Vermeijden. Hij heeft hier toch harder mee te worstelen dan met de Segway Proof. Gevangen. En Luc van Tillo. Een vertrouwde habitat. Robotland. In Essen. Prachtig technologiepark. Leek de moeite waard om eens een bezoekje te brengen. Maar kan onze voorzitter ook een eentje vissen? Jawel. Alsjeblieft. Min 5 seconden. En tot slot Vesuplaka. Geconcentreerd. En in een recordtijd, dames en heren, de kwieke Vesuplaka is er duidelijk blij mee. En dan gaan we kijken naar de tussenstand na aflevering 3. Hannes Molders nog altijd op kop. Luc van Tillo zowaar op de tweede plek. Vesuplaka derde. Ja, toch heel wat wijzigingen in de hoogste regionen. Ik zou zeggen, tot volgende week. Ciao.